is Radio 1. Pound. Echte Janne. Jan Heemskerk en Jan Roos. En welkom terug bij de Echte Janne, de Radio van Pound. En mijn naam is en blijft, er is nog steeds Jan Roos, Jan. Ja, en ik ben Jan Heemskerk. Het land. Maar nu eerst. En nu ga ik wat zeggen, hè. Hoerenjong, bruine rat, Bas van Houten zit hier naast ons. Ja, zo over jou en Peter R. En John de Mol, de financier van het verhaal. En die lopen huurmoordenaar zijn ding en hele website. Het heet de misdaadgroep Peter R. de Vries. Ja. En van alles en nog wat, maffiajournalisten. Het is een heel stelsel. Er zit bijna een heel... Ik weet waar ik nou echt blij om ben, dat hij ons geen pedonetwerk noemt. Want daar hebben we echt een probleem gehad. Want dat kun je namelijk niet bewijzen. Dat had ik pas heel erg maar gevoeld. Waarom... Ja, dan gaat natuurlijk uiteindelijk toch eventjes andere kant. De mensen, als die Baan, maar ook jouw collega Bart Middelburg van Parool, die heeft ook nog wel eens onaardige dingen over je gezicht. En dat komt er dan een beetje in de grote lijn op neer, wat je erover leest. Dat je juist dat je de PR-medewerker van de onderwereld bent. Dat lijkt dat uit. Nee, dat moet je mij niet vragen. Nee, als je het mij vertelt, dan weet ik het ook. Nou, dit zeggen die jongens. Nou ja, bijvoorbeeld dat als Sam Klepper vermoord wordt, dat jij als journalist wordt uitgenodigd bij de zwaarste criminelen van Amsterdam. Dan ben je dan vriend? Zit je dan op school best wel jongen? Nee, maar kijk, zij zeggen dat jij dan een van de... Nou ja, dus dan doe je de PR dan voor die onderwereld. Bas, ik lees jouw insinuaties in Panorama. Dat je regelmatig werkelijkheid en fictie met elkaar vermengt, wist ik al. Nu is kennelijk helemaal de kolder in je kop geslagen dat je deze onzin over mij durft te schrijven, op te schrijven. Dan ben je gewoon door en door verrot. Ik weiger dit te accepteren. Je bent ergens ernstig de weg kwijtgeraakt. Jij bent niets minder en niets meer dan een PR-man van criminelen. Als dit niet wordt gerectificeerd, dan heb je een groot probleem. Wat ben jij door het ijs gezakt? Steve Brown heeft bij nader inzien volledig gelijk gehad. Veel sterker verder met je verzinsels. John van de Heuvel. Vooral Peter R. de Vries, die denkt zo langzamerhand dat hij God is. Maar die is wel bevriend geweest met die criminelen. Ja. En wat zeggen we dan over hem, Bas van Hout? Niks, want ik denk dat Peter wel die afstand kan houden. Alleen ik vind het niet verstandig, ik vind het niet slim. Ja, maar ook, ik kan wel die afstand houden. Ja, dat kan je wel zeggen, maar doet hij het ook? Dat weet je natuurlijk nooit. Dat weet je niet, maar ik denk van wel. Maar het is gewoon niet goed. Het geeft geen goed signaal af. Nee, en voor hetzelfde geld zegt hij, omdat het toch je vriend is, want hij zat een colaatje tik te drinken bij Cor van Hout op de bank. Zegt Cor, die vuile pleurislijf van een, ik noem maar eens eentje, Johnny de Met. Dat durf ik nu wel te zeggen. Daar is men toch een vuile bloedbak en dit en dat. En dan geeft hij me informatie om dus, zeg maar, zijn collega crimineel zwart te maken. Ja, dat is dan ga je vriendendiensten verlenen. En dan ben je als journalist niet meer serieus. Het is heel opmerkelijk. Ongelooflijk, hè? Dat niet te geloven, hè? Hey, John van de Heuvel. Die gewoon onze hoofdgast een beetje zitten bedreigen. Ik zal je vertellen wat ik ervan ga doen. Dat jullie hem even opzoeken en dat recht gaan zetten. Nou, ik zal je verzekeren dat ik vind het een ongelooflijk ingewikkeld spel van beschuldigingen, wederbeschuldigingen, bedreigen, wederbedreigingen. Oh, je gaat het weer heel genuanceerd bekijken. Nou, vast ik vind het maar wel heel boeiend. Tuig! Ja, normaal ook. Bas van Hout, mag je ontzettend bedanken dat je bij ons hoofdgast was? Ja, dit was het. Oké. Vond je niet genoeg? Ja, ik dacht dat we doorgingen tot twee. Nee, ben je gek, man. Je mag gewoon nog een keer slapen. Nee, we hebben nog heel veel heetjes nog te draaien. Ja, nee, gelukkig.